Hey hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab. Ik bevind mij aan tafel in het hart van de Hey 1000 area om te klappen met Hans Verbeke van onder andere Rise Above, Blindfold, Liar, The Mars Model, maar ook The Print Clinic, FX7 Records en vanaf nu ook The Shop, The Anger and Distortion Doku en de meer dan 600 pagina's tellende Hey 1000 Bijbel. Ik vergeet waarschijnlijk een heleboel dingen, dus ik laat de man zelf aan het woord. Hey Hans, alles goed? Hallo ja, met u? Gemakken, voilà. Ik ben blij om nog een keer in real life te podcasten. Voilà. Ik weet niet of dat officieel al mag, maar het kan me even... Ik denk het wel, we zitten een meter 30 van elkaar, maar ja. Wow, oh, goed. Een meter 50, excuseer. Voilà, een meter 50, we zijn reglementair. Ja, we zitten hier in de nieuwe shop, die ondertussen al open is, tegen dat deze aflevering uitkomt. Maar bij zou misschien best beginnen, waar ik altijd begin... Hoe zijn jij into muziek gerold? Wat is uw origin story op vlak van heavy muziek of alle muziek to court? Heavy muziek, ik denk dat ik een beetje meegekregen heb van thuis. Mijn vader was een Beatles fan. En de Kings en de Monkeys en dat was zijn ding. En mijn moeder was eerder de Stones en de Doors. Led Zeppelin, ook Black Sabbath en Deep Purple platen had ze in de collectie. Vandaar, wel ja. Die Purple Rock, dat is zo de plaat waar ik min of meer toch mee begonnen ben. Ja. Het is ondertussen zo dat ik die plaat. Mm-hmm. Bijna 52 jaar. Dus, maar voor mij was dat altijd iets wat ik door gefascineerd was. Van dat tof. Dat was gewoon iets anders dan als op de radio draaiden. Maar dat is niet gestopt. Dat ik logeerde eigenlijk bij mijn grootmoeder. Alleen bij mijn onkel meer. Dat was een hardrock DJ. Dus die draaide platen. Tien Assange kent hem, maar okay. Alleen hardrock. Dat noemde Studio 2112, genaamd naar een Rush-plaat, plaat van Rush. Mm-hmm. En natuurlijk zijn platenbakken, daar viel te van alles te ontdekken natuurlijk. Kiss, Iron Maiden ook, eerste Iron Maiden platen, AC/DC, ja, The Usual Suspect. Hè. Dus ja. Ik denk dat iedereen een beetje kent. Blue Oyster Cult, Jethro Tull, Rainbow, ja, eigenlijk alles die... En zo is begonnen. Alles van die tijd. Ja, eigenlijk hardrock. Hè. Eigenlijk hardrock was mijn eerste start. Mm-hmm. Dat had hij maar, wat had hij ook zitten, dat was een Sex Pistols Nevermind the Bollocks plaat, dat zat er ook tussen. Dus voor mij was dat altijd tweestrijd, maar ik vond ook wel, eigenlijk ook wel cool. Ja, een tweestrijd, als in, moest je vroeger kiezen tussen het een of het ander? Ja, vroeger was dat. Hè. Dus vroeger bij Marie van Spreken, als aan de punkshow ging met een Judas Priest shirt, kreeg je gewoon klassen op je kop. En omgekeerd ook, met een Exploiter of een Sex Pistols t-shirt of Dead Kennedys of wat is het, naar een hardrock optreden of een metal optreden ging, dan was het ook, dat ging ook niet. Dus, was het ook spel, terwijl dat nu allemaal op dezelfde affiche van Graspop zou staan waarschijnlijk. Dus dat is een blend, hè. Zotte affiches eigenlijk, maar van alles, hè. Mm-hmm. Wat dat goed is uiteindelijk. Ja, dus, inderdaad, die chance. Ja. Goed ja, je bent dan, kan je onderbroken, je bent dan in de punk gerold. Mm-hmm. Hoe loopt het verder? In de punk gerold, ja, zo rond mijn 12, 13e. Was dat, Kortrijk was zo'n beetje het mecca van de punk, wanneer de punkcafé, wanneer ook de zaal De Limelight in het centrum, dat ze nu ondertussen aan het afbreken zijn voor serverflats op te zetten, waar dat er legendarische shows doorgaan zijn. Dat was, ik had dat Killing Joke gezien toen dat nog klein was eigenlijk, en early 80s, TC Matic, dus alles die... En het voordeel was dat mijn moeder werd in De Limelight, dus het was ook een cinema. Dat is ook zo... Ik kon er ook zo de straffere films bekijken als jonge gast. Ja, ik ging er altijd rond. Ik mocht dat niet, maar ja, ik deed dat dan toch natuurlijk. En zo leerde... Gewoon meegaan met uw ma. Gewoon meegaan met uw ma of wat? Of... Ah nee, ja, mijn ma werkte daar. En ondertussen kon ik daar vertoeven in het cinema, in de zaal. En ook dan een keer wat klusjes doen daar. Of zo een keer een beetje helpen. Gewoon een keer rondhangen. Nee. Ze bestelden een café daar. En ook, of aan de tickettafel voor de show. Allee, voor de cinema. Of... Ja, allemaal drie als het een optreden was. Mm-hmm. Een optreden zijn ik altijd mee, weet je, dus ik was er altijd. De goede dingen zien ook mensen leren kennen, ook de kleurrijke punk scene die Kortrijk rijk was in feite. Had bands like Definitivo was in Kortrijk, had de Lunatics, dat waren zo'n beetje de locals. Weet je. Dat waren, en die traden regelmatig op, ik ging er ook naartoe dan. Hè. En jeugdhuizen hier in de buurt, met mijn fiets, dat was allemaal niet ver, dus ik kon eigenlijk zo ben ik. Hans Eind en die punk blijven hangen, omdat de dagengoed en de rebellie en de anarchie en zo, mm-hmm. Dat sprak me eigenlijk wel aan. Dat was iets van, weet dat, het is geen schoppen van Jan en Alleman, gewoon je eigen ding doen. En dan nog gewoon
Je goesting doen we dat, wat dat betrof, je uiterlijk. Je goesting van je haar te kleuren, oorbellen te steken, kon dat allemaal doen. Dat was tof. Dat was een scene op zich. Ja. En dat leunde natuurlijk heel dicht aan bij hardcore. Hè. Hardcore kon ontdekken door eigenlijk in feite soms te kijken naar dat de beschilderde lederen jassen van bepaalde punten zitten. Like de Black Flag Bars en zo. Dat intrigeerde mij toen al, weet ik wel zeggen. Of Millions of Dead Cops, zo'n kop van gasten zijn vest geschilderd. Ja. Dead Kennedy, zo, weet je, en dat leerde ontdekken daardoor. En dan ging ik binnen de platenwinkel en zei, ah, die plaat zit er, ik kan ze kopen. Oké. Okay. En zo begon de, ik ook via tekstfunnel of via thankslist, wat dat van veel mensen zo was. Hey, thanks to, en dan duurde, als zij dat hoeven, zal het wel erbij ook aanwezen. En op die manier, dan ben ik er een beetje ingerold. Dus altijd meer into de zwaardere genres geweest, eigenlijk alles die een beetje eruit stapte of die zo niet radio-friendly was. Ik vond altijd wel, aangesproken in feite. Oké. En wanneer zei de zelf of had dezelfde beslissing gemaakt om muziek te beginnen maken, om muziek te beginnen spelen? Op mijn, denk dat jaar of 14 en 15 moest geweest zijn. Ik speelde in een band, dat noemde Criminal Court. Dat was een punkband van Kortrijk. En dan later bij een Disaster, niet een metalband Disaster, maar een punk hardcore band. Dat Juppies deed, ook naar Rise Above natuurlijk. Ja. Met Edward en met Sling die bij Soulwax later drumde. En met Hazel, de bassiste, die nu in Washington woont. En dus zijn we Rise Above, ze begonnen met Rise Above. En in feite was dan een band die nogal eruit sprong natuurlijk vanwege het gedachtegoed, vanwege de principes en strijdertje beuren en vegetarisme. Dat bestond niet eigenlijk, hè, in België. Dat Was het er voor u eerste strijdertje of eerste hardcore? Of hoe zei de eerste intro? Hardcore. Eerste hardcore, ja. En door hardcore strijdertje leren kennen? Eigenlijk door Lerm te zien, een band Lerm van Nederland, die Seen Red is nu. Dat was een strijdertjeband van, denk ik, Amersfoort, cool voor heb. Dat was ook een mix, eigenlijk een optreden, maar ook dat er metalband speelde, dat er veel vechtpartijen en rumoer was en zo'n rare ding, een rare sfeer. Maar die band sprak me wel aan. Ja. No nonsense, gewoon zo rechtdoor. Niet super muzikaal, in het tegendeel, maar wel goede speeches tussen de nummers en zo. En dan dacht ik van wauw. En zo getriggerd voor strijdheids te gaan. Die man had niks op een hand en zo. Ik zei, niet echt bij stilstand dan. En toen plots een plaatsje leggen in de Music Man in het popcenter toen, in de platenwinkel in Kortrijk. Plaat van Youth of the Day, Break Down the Walls. En dan natuurlijk, je ziet die hoes en zegt, wat is dat? Dat keer terug, je ziet dat weer, die markering en wat is dat? Ik heb die plaat gekocht. Ja. Eén brok energie, 19 minuten. Het was tamelijk duur, dat was 500 frank voor die plaat. Dat was de Amerikaanse import. 500 frank voor 19 minuten. Ja, maar dat was veel toen, ik spreek. Wat is dat? 87 zo, dat was 500 frank was veel. Hè. Dus, ik denk dat nu een plaat zou kopen van 50 euro in enkele. Inderdaad. Dat sprak mij aan, die hoes sprak mij aan, dat zag er energiek uit. En inderdaad, zonder luisteren kan ik dat maar meepakt. Wow, best wel een goede keuze om die plaat mee te pakken. Ja, dat is mijn start geweest, mijn katalysator. Dat was eigenlijk de force achter Hans, die start. Ja, dat was Youth belangrijk. Of the Day. Ja, dat was Youth of the Day. Okay. SSD-control ook, dat was ik zo'n, ik daar zit, met een bannerrank aan de muur hier. Mm-hmm. Een plaat dat ik altijd in mijn bezit had, zelfs toen dat nog niet strijd was, dat ik gekocht had van een de heroïne-punk van Kortrijker, die help nodig had. Ik had zo'n pak plaat gekocht, dat zat er tussen. Okay. Hoe dat er tussen die plaat terecht kwam, ik weet dat niet, maar die plaat zat er tussen. En dat snel strak hoorde. Hij had een goede plaat gekocht en hij heeft er wie weet wat mee gekocht. Ja, waarschijnlijk een hoop smak. Maar ik had mij inderdaad een goede plaat gekocht en dat was rapper dan punk, dat was twee keer zo rap. Dat was iets dat ik nog nooit hoorde. Wat is dat hieruit? Dat was eigenlijk de voorloper van strijds hardcore, en dat ik dat nu ken. Dat was die razendsnelle Boston hardcore. Ja. Kwaad. Boos op alles. Ja, ik vind het is altijd een van mijn favoriete bands. Bijna nummer 1 hardcore band, denk ik. SSD Control, Youth of the Day, Judge, dat zijn zo een beetje de starters. De headhondjes die voor mij eigenlijk nog altijd doen. Ik kan er nog altijd naar luisteren zonder problemen. Dus, Snap ik zeker. En hoe? Ik heb je weer onderbroken. Dus nee, Rise Above dan. Gestart van uit het straight edge ideaal dat we naar buiten dragen met de muziek. Ja, best wel. Okay. Dat niet bestond. Het was gewoon iets. Ja. Eigenlijk voor ons wel, en eigenlijk nog altijd. Hans, de gedachte achter punk of hardcore is tegen de rats, hè. Is buiten de lijnkleuren in feite. Mm-hmm. Dat is altijd iets doen waardoor dat de norm eigenlijk niet echt aanvaardt. En dan, dat is juist voor mij de dag goed achter punk. Ja. Die dan zegt van
ik moet niet in de rij lopen, ik moet dat niet doen, ik ga dat doen. Iedere keer tegenoverstellen, dat is tegen de rat zijn, dat is ambetant zijn eigenlijk. Dat punk is ambetant zijn. Dus. Ja. Maar als je een van de eerste bands bent in dat genre, in deze streek, hoe profileer je dan? Als in waar zijn je eerste shows begonnen? Zijn je dan naar die punkshows gegaan, waar dat er waarschijnlijk dat wat tegendraads regelzegd ging zijn? Het toeval wel, maar als je bof, in feite, ik weet niet zeker, als het was net 7-inch uit, dan dacht van wel, maar ik weet het niet zeker. Nee, kan niet. We speelden een keer 2000 verder, is de jeugdhuis. En dat was onze eerste Rise Above show, hier in Zaal Abba. Oké. Okay. En dat was een line-up. Jeroen Lowers, een bassist van Nation of Fire, had een optreden georganiseerd voor zijn verjaardag. En die gast zei, ja, maar ja, hoeveel volk komt er? En zei, maar ja, het is oké, het speel wat bands en dat. En bleek er, stond gewoon 350 man binnen. Dat was, die gast had natuurlijk een massa's drank verkocht in dat. En lekker Rise Above was niet geprogrammeerd, maar het was een band die wegviel of zo, geloof ik. Ja. En toen, ja, ik woonde juist al om de hoek, dus met een neighborhood hier, ja, de Velstad. Dus je bent nooit echt ver weg gegaan dan? Nee. En ik zei, godverdomme, ik kom niet spelen, weet je. Ja. We zijn aan het repeteren, maar nog niet... Ik speelde toen al bas bij Rise Above, zong toen niet, dat was nog maar een andere zanger. Ja. En in feite heb ik hier gespeeld voor de eerste keer, met twee bassisten en allemaal covers. Slapshot covers en Youth of the Day en alles, ja. Nog geen eigen nummers in feite. Oké. En toen later zijn we beginnen repeteren en de 7-inch kunnen opgepakt. En ja, Pijs, dat je dat verhaal doet, of dat Edward dat doet in de documentaire zeker, in de Franse accordeonstudio. Ja, zo'n shitstudio hier, twee straten verder ook, Kortrijk is een kleine stad uiteraard. Hè. Dus een studio waar ze reclamespots in babbelen en in feite, ja, accordeon en slager stuff deden en de producer, hij verstond niet, wat is dat? Hij kon niet spelen, we zeggen, ja. Dat maakt niet uit, neem het op. Niet uit. We weten dat hij niet kan spelen, maar toch op. Oké. Okay, hoe loopt uw bandverhaal verder? Want ja, uiteraard ben ik natuurlijk een pak jonger. Ik was er zelf niet aanwezig. Ik heb een boek gelezen in de eerste lockdown, maar dat was heel veel informatie. Is dat veel, hè? Ik heb in de intro gezegd, meer dan 600 bladzijden, een huzarenstukje. Dat is veel, hè? 640, ja. Voor juiste zin. Dus ik heb wel redelijk wat informatie binnen gehad, maar... Ja. Dat staat nog te kort in. Nu ontdek me nog veel dingen dat ik terugvind en dat ik zeg, oh fuck, in mijn archieven of zo, ik denk dan met de binnen schieten. Of mensen die zeggen, ja, ik heb dat nog gevonden. Ik denk, shit, ik had echt nodig. Dat waren cruciaal geweest met een boek, maar ja, het is wat het is. Hè. En toen, ja, stop met Rise Above. Rise Above vloeide over in Nations of Fire. Maar zonder Hans. Dus Hans kon er niet bij zijn. Dus dacht ik, ja, oké. Okay, in het begin vond ik dat ambetant. Toen mijn blindfold opstart. Ja. En ik in 1991 zijn mijn start met blindfold. Die man, ik kon geen gitaar spelen. Niet. En Edward had de gitaar te koop. Ik heb die gitaar gekocht van hem, ik heb mijn versterker gekocht en ben beginnen oefenen en oefenen en oefenen. Ja. En zo zijn we vrij rap beginnen repeteren in feite, met blindfold. Oké. Okay. En heel snel een 7-inch opgepakt ook. Ja. Maar altijd heel veel zin om, om gewoon ervoor te gaan en hard te werken natuurlijk. Wel dat maar als je boven een beetje slakte met misschien 10 shows gespeeld of zo. Ik denk met blindfold in het eerste jaar hebben er misschien 100 gespeeld. Ja, dat ging heel, heel snel. Goed doorgewerkt. Echt waar. Ja. Ik heb u voor de aflevering gezegd, ik heb naar een paar mensen gestuurd voor een vraagje, waaronder Bjorn van Chain Reaction Rise and Fall. Van hem moest ik gewoon een keer vragen wat dat uw favoriete blindfold nummers waren en waarom. Goh. Dank u, Bjorn, trouwens. Ja, dank u. het is vreemd. Ja, kijk zo. Facts vind ik wel tof. Exhibit E, Rain. Recessal Him, ja, ik heb er wel een paar. En waarom? Ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk omdat ze super enjoyable waren voor het spelen in de eerste plaats. Omdat dat ging, omdat dat een goede, raar wat te zeggen, een emotionele vibe binnen had. Soms hangt er een op, speelt die muziek en allee, je kunt opgaan in anger en in colère. Like maar een liar of zo. Als het al afgebroken worden, dan is het zit in een soort adrenaline. Maar mijn blindfold is een ander soort adrenaline. Het was meer zo... Die emotie. Ja, raar. En meer in de unit. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Dus op een gegeven moment waren we gewoon met vier. Dus vier, de eerste line-up met blindfold. En dat was een goede... Vier verschillende persoonlijkheden, althans. Maar toch was dat een... gewoon een ketting. Weet je. Raar, hè? We mengen heel hard samen. En je voelde dat ook live. Ja. Dat marcheerde supergoed. Ja. Ik ken maar weinig hammer bands. Eigenlijk, met bands dat ik al veel bands speelde in mijn leven. En ik speel nog altijd muziek, in feite. Ik doe nog altijd mijn ding. Maar dat soort magic, ik nooit meer gaan met geen enkele band. Okay. Raar, kan dat niet uitleggen. Ja. Allee, niet dat die andere band zou dat er niet toe, hè. Dat gaat daar niet over. Moet gevoelsmatig. Ja.
Dat was anders. Dat was okay. Wel plezant. Met een heel veel mee getoerd, met veel op de banen, met mijn familie, dat wij gewoon ook op vakantie waren. Hè. In de zomer naar Scandinavië toeren en naar Engeland en naar Spanje op en afreden en zo van die zeven, maar dat was altijd zo, normaal. Ik kwam net binnen en zo. En zijn vertrokken. En ze vertrokken en dat was de max. Direct, relax, direct. Goeie, vrij zen eigenlijk. Dat is een beetje meditatief te spreken misschien. Mm-hmm. Dat zat altijd toe. Nooit geworden. Raar. Ja, ik was vandaag zo nog wel aan het opzoeken voor deze babbel. En pijs op noecho.net. Nog iets van de 10 platen van Hey 1000 zet. En dat dan bij Blindfold zegt van band is eigenlijk gesplit zonder dat het echt nodig was of zoiets. Ja, dat was niet nodig. En waarom is er dan een einde aangekomen? Eigenlijk was dat raar. Maar op een gegeven moment repeteerden we een hand. In de Pyrus shop, achteraan in de Pyrus. Dat is dan Mish van Hits erbij ook. En later met twee gitaristen dan. Achter Asteroid, Matrosplaat. En plots, de winkel stopte. Maar eigenlijk, repetitieruimte was er niet. We konden in Kortrijk. Ja, iedereen was een beetje her en der gaan wonen. En dat was, ik weet niet, voor een of andere reden is dat plots uitgedoofd, en was de hoesting, ik weet het niet, plots weg. Dat was die magic was plots weg. Ja. Ik weet dat ik in een band gestapt ben. Op een moment ben ik zelf in een band gestapt. Toen zijn ze nog verder gaan met vier, met een andere gitarist. We hebben wat er eens mee gedaan, maar niet superveel. Mm-hmm. Meer ik me te herinneren, ik heb er een paar gezien ook, maar dat was moeilijk. Ik kon er ook niet naar gaan kijken, want het is ook zo. Het was lekker zo, ik weet het niet. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Het was lekker zo, je lief of je vriendin die je bedriegt met een andere vent. Dat was zo, alleen voor Joost te quoten ook, zei dat ook, van dat is precies wat een band verder had. Ja. Zonder u, wat je spirit in zat en je geest en de nummers die geschreven waren, dan heb je die platen allemaal samengeschreven, samen met hen, weet je, als een unit. En plots, moet je dan gaan kijken naar die unit waar je niet meer in zit, terwijl je zelf uitstapt. Dus, plots die de nummers gespeeld worden die hij geschreven had. Relationele shit. Thuis en niet weten waar, en vreuzen en ik weet het niet. Even niet weten in je leven, kun je dat, en je op kruispunt staat en je weet wat je naartoe moet. Hè. Links, rechts, voor of achter. Pff, ja, okay. Dat je allemaal te veel aan het worden is. En dan denk ik van misschien moet ik eerst even time-out met bands en eventjes mijn leven terug op de rails zetten en kijken wat ik kan doen. Ja. Een week achter dat ik gestopt had, ik was spijt van mijn keuze. Weet. Maar toen zijn we toch terug. Ik denk een jaar later of twee jaar later toch terug beginnen samenkomen. Mm-hmm. En toen als Hyperfest show gespeeld, wat we live laten oppakt ook. Wat Wim ook zegt van, this is supposed to be our last show. Mm-hmm. Hij lachte zo, We zeiden, oké. En dan voortgedaan, even weer gaan toeren. En toen is het toch inderdaad toch opgebrand. Ja. Die tour was ik niet meer dezelfde tour. Dat was het einde van Blindfold. Dat was weer zo, als ik zeg, met veel de baan op de baan opgegaan. Massa's shows gespeeld, vooral in Duitsland. Dat was weer dan een Duitse tour. Weer op dezelfde plek, maar allemaal 8 keer speelden met in Oostland, Duitsland, in Potsdam en in Berlijn. En vele bands zouden zeggen, als je zat, alleen moet dat van, er zo op duur. Mm-hmm. Het is like 4 keer of 5 keer in dezelfde zaal spelen en in Berlijn. Dan heb je ook wel iets van, ze spelen wel veel. Hè. Wij zijn veel optreden. Ja. Je zit niet bij de deur, 1000 kilometer van hier. Ze zitten op tour en die tour klaar te crashen in een zetel en met een slapzak. En zo weer met rumoerige mensen in een backstage. En ik had zoiets van, dit is hier echt 1992. Dus weer, anders is 5 jaar later. Het was weinig veranderd. Het was heel hetzelfde dan we toen waren in dezelfde. In hetzelfde circuit. Voor mij moest het niet noodzakelijk groter of breder of commerciëler worden, zeker niet. Maar zo, de omstandigheden, ik weet niet, konden er op dat moment slecht in, denk ik. Ja, oké. De kraakpanden is ook het lekker gehad. En allee, weer een ruzie met mijn zatte punks en zo. Ik had er geen zin in meer in. Fuck it. Alright. Tot zover het Blindfold verhaal. Ja, kijk. Komt dan onmiddellijk daarna, of daartussen al, het Liar verhaal? Of hoe Liar was wat jaar ook, was dat nu? Ja, Liar was ook al samen met Blindfold. Ik zat in Blindfold en in Liar. Maar Liar ben ik niet gestopt. Dubbele agendas. Dubbele, ja, absoluut. En dan een keer invallen voor iemand. Dat was ook, iedereen van ons weet wel dat in elkaar zit. Mm-hmm. Dat soort inteelt stories. Ik kan niet spelen vandaag. Ja, weet je wat, we vragen het aan hem. Ja, boom. En dan, dat ging. Ja, dat was dat marcheerde. Mm-hmm. Ik denk dat in de tijd dat allemaal minder professioneel moest zijn. Nu tegenwoordig, kijk dat, moet geklikt worden en moet zien en moet zie ons zitten. Ja, dat is waar. Met technologie en met een laptop en met alles erop en eraan. En dat wordt dat online gezet. En vroeger, die ding bestond niet, bestond niet, maar er ook geen nood aan uiteraard. Maar het professionele, die later voor mij persoonlijk, die hardcore
eigenlijk ook wat punk binnengeslopen is. Alles moet, alles kun je regelen in de studio, mm-hmm. en die manipulatie en die stemvervorming en al die toestanden en zo. Allee, ja. Al dat technische, vroeger maakte dat allemaal niet zoveel uit. Ik denk dat hardcore en punk veel veranderd is daardoor ook al. Ja. Gewoon, allee, voor mij is dat niet meer... Het is ook normaal, je kunt niet blijven hangen in hoe dat was. Mm-hmm. Hoe dat is, het is ook wel anders. Ik ervaar het ook wel dat het anders is. Ja. Oké. Okay. Dus, ja, met de oor worden, dat is moeilijker. Iedereen wordt wel wat oor, maar blijf altijd lokaal. Maar altijd wel in de 50-plusser uit. Dus ja, uiteindelijk, de mensen die nu ouder worden, zijn altijd 40 is nog altijd. Mm-hmm. Dat zijn dan de oudste. Ja. Toen, dat is... Ik ben eigenlijk al eerste generatie, het dan ondertussen tweede, derde, vierde, ik zeg maar. Maar we hebben samen met UJ en Edward, ja, we zijn wel 50 hè. De man van de scene. Oh, ja. Allee, ik ben 8 jaar, ben ik 16 jaar oud. Dus, bedoel, well. Maar ja, even hè. Nee, maar dat is meerder. Maar ik wil maar zeggen, het gaat vooruit en uw inleving is anders, wordt anders. Ja. Ik heb ook gedacht van ja, ik ga, jong until I die, weet je. Ja, dat is wel zo. Ik ben nog altijd de jeugd ziet, met mijn skates aan de muur en mijn postertjes en mijn... ja, met een hardcore en met een punker, dat ik iedere dag over babbelen, soms dat vervelend doet, dus ik kan er dat niet ook over zwijnen. En, ja. Mm-hmm. Maar er zijn ook bepaalde andere dingen. Vroeger waren er zo geen prioriteit in het leven. Allee, ja. Ze zijn ook zijn vader geworden zelf. Ja. Ik ben een unieke, ook door mijn levensstijl. Ik ben er van de week nog over gesproken, mijn vrouw en ik. Mm-hmm. Dus ik zei, ja, geen kinderen en zo. Ik zei, ja, dat was bewust, ik had ook geen tijd voor. Hè. Ja. Dus iemand die zei, ik geloof dat Matthias Zaaier was, met een wandeling gaan doen in Kortrijk van de week. En hem zei, ja, hardcore was je kind, hij moest geen kinderen inzetten. Je had een andere... Nou, als u plapen als kinderen beschouwt, dat is toch ook een vruchtbare periode. Ja, 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 maar ja, voilà, dat is het. Feiten zijn dat veel. Het is birth of a new record. Dus bijna is dat... Allee, is ook, ja, kan dat wel. Iets dat op de wereld zet, iets dat gecreëerd. Ja, bedoel, dat dan, ja, natuurlijk. Het is iets anders dan menselijk wezen. Maar ja. Ja. Ik pees dat... het professionele toen niet zo aanwezig was. Vandaar het was anders. Mm-hmm. Je kan dit lijn. Het is moeilijk. Oké, okay, maar laat ons even naar... Ja, ik veronderstel dat Liar echt wel als de band, of een van de bands van die periode, kan beschouwd worden. Samen met Congress. Smijt er gerust nog een naam bij als... Nee, denk Liar en Congress zijn wel de... Ja, de headhunchos geweest van de Hetels scene. Ja, dat was wel zo, weet je. Omdat we uiteindelijk... denk dat we... ook... serieus actief bezig waren ook op die, dat was juist, hè. Mm-hmm. Want toen met dien, als het niet stapt, ja, van Joost was het ook zo, een congresplaat te pakken, dat was de focus congres, ja. Minder liveshows. Mm-hmm. Dat was dan de beurt van live om plaat op te pakken. Ja. Een jaar rond live werken en op duur, maar is dat, allee, ja, voor mij was het ook zo, een blindfoldplaat oppakken, ja, sorry gasten, een half jaar geen liveshows, maar nu eerst, ja. Totdat het tussenin natuurlijk weer een keer, ja, dan komt dat wel, hè. Allee, maar op duur zijn ze nooit meer in je kot. Hè. Maar dus ja, Liar, een van de godfathers van de H1000, kun je voor wie dat er niet was, of wie dat band niet kent, waarschijnlijk als je naar deze podcast luistert, ga je toch min of meer weten wie dat een band is. Kun je het uitleggen? Liar voor dummies, Liar 101. Ja, Liar is zo... een even apart verhaal dan een blindfold. Dat is zo, ja, dat ontstaat, weet je, dat ontspruit, die bands ontstaan, die mensen komen samen, zeggen maar, ik ga iets doen, weet je, maar ik ga iets nieuws zijn. Joost kwam af, voor Liar speelde mijn Wheel of Progress, heet dat, mm-hmm. Dat is de band ervoor, met een 7-inch mee oppakt, daardoor speel ik drums. Ja. Welk instrument heb je niet gespeeld? Ik ga alles spelen. En in feite, Wheel of Progress, dat was eigenlijk de voorloper van Liar. En Joost en UJ zat ook in de band, dus ja, in feite... Het is bijna Liar, maar het is ook een deel Congress. Ja. Hè? Rob, Born From Pain, was de zanger daarvan. Die toen vertoefde in de steek, omdat hij met mijn zuster verkeerde. Oké. Okay. Dat was mijn schoonbroer eigenlijk in feite toen. Een paar jaar rondhangen, dat hij mijn Wheel of Progress opgestart. Maar iets, wel iets creëren dat meer metal was dan al een oldschool die in de scene aanwezig, of Nemo-core, of allez, weet dat bedoel je, iets anders. Ja. Heel laag gestemd, meer heavier. Ja. Joost was into Master en Specman en Morbid Angel. Dat hoorde. Ja, en we mixten dat in die Wheel of Progress. En dat was wel oké. Okay, ja, een primitieve versie van Liar. En toen is dat gesplit. We hebben een show of 3 mee gespeeld, denk ik. Zo, iedere keer was sneak in shows. En mensen zeiden, wat the fuck is dat? Dat was wel heavy, dat was metal. En tussen de naast oldschool bands, plus dat tussen. Dat wist niet wat ze moesten mee doen, natuurlijk. Ja, opnieuw tegen de schenen schop. Nee, ja, 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 weer ambetant zijn. Hè. En dan was er label van Canada, of all places. Die een cassette, een live tape of een repetitietape gekregen van ons. Gaan opgestuurd, ik weet niet hoe ik denk dat erop was die dat gedaan had. Hij zei, ja, ik heb hem 7-inch uitbrengen. Het dat die 7-inch uitkwam, dat duurde een paar jaar in feite, maar al lang gestopt. En plots, ja, die 7-inch was er. Maar toen ondertussen Liar bestand zo. Ja.
Lyre is eigenlijk ontstaan als een soort van project. We waren geïnspireerd door zoveel van die black metal bands, like Battery en Darkthrone en Early, ook Morbid Angel en Trash, like, oude Slayer en Creator. En gewoon dat wou eigenlijk art als element. En mixed met Unbroken en met zo iets die, weet je wel, met hardcore feiten. En dan dat ging een project zijn, maar je er nooit mee spelen. En ja, en toeval wel, ik ben gisteren naar een punktentoonstelling geweest in Brugge. En maar ging er nooit mee spelen? Dat ging nooit spelen met Lyre, eigenlijk. Live, dat ging nooit spelen. Dat ging, alleen een demo oppakken, een plaat, en de obscuur uitnutten. Ja. En mislukt. Het is mislukt, ja. En toeval wel. Maar gisteren, kijk, passeerde met me nadat ik naar een punktentoonstelling geweest, maar van het Zebra in Brugge gisteren. Was er een klein restaurant op Noek. En ik passeerde met een auto en ik zei tegen mijn vrouw, hier, kijk, en we hebben een sneak in de show gespeeld met Lyre, maar we hebben vier nummers gespeeld. Ja. Een blindfold speelde en Congress speelde en iedereen was er, dus ja. En plots, voordat Congress begon, ik geloof dat het eerst blindfold was, of om een keer, ik weet het niet meer. Hup, wij op podium en begon te spelen en mensen zeiden, ja, wat is dat? Regress spelen ook. En Edward was in de zaal en zei, maar tegen niemand iets te zeggen. Hij zei, wat was dat, weet je? Maar gerepeteerd, hè, dus ja. Het was voorbereid. Ja, het was redelijk voorbereid, maar vier tracks zitten. Battlecries en nog een Shatter en de eerste van deze plaat. En Edward zei, wat is het volgende plan? Ik zei tegen hem, niks, man, niet meer spelen. Hij zei, allee, dat kan toch niet. Het was goed, het was agressief, het was, alleen moet er iets mee doen. Ja. Als je interesseert, ik ga je onder full length, of wat je wilt doen, op Good Life, als nummer 1, Good Life is Good Life nummer 1 in feite. Ja. Dus Falls of Torment was Falls of Torment, ja. Dus ja, oké. Zonder plan, met een beperkt plan begonnen. Beperkt plan, ja, zoals als project, als een onnozelheid in feite. Gewoon een keer wat extreme metal spelen bij Marie van Spreen. En toen zijn we erover gegaan met die hoes ook. Te creëren met die Falls of Torment, die hoes. Ja, hoe is die ontstaan eigenlijk? Want dat is wel dat is een metalplaat. Ja, totaal. Ja. We waren fan van zo'n orkest van de Enthroned en van de hoesen. Abzu, wat is het? Marduk. Ja. Dat was allemaal getekend door Chris Verwimp. Dat stond een tekenaar uit, denk ik, de Kempen of zo. Woont hij, geloof ik. Nu al die hoesen meteen. Fascinerend dat die hoesen zijn. Mm. Van die Warriors op en zo, van die epische metal. Ja, dat past natuurlijk bij hen, maar ja, dat ging minder pas bij ons. Ja. En we waren over ons spreken en ik geloof dat we een brief geschreven of zo, ik weet niet wat dat was, wat die hoestingen voor dat tekenen. Je hebt die hoest tekenen voor ons. Nice. Ja, en free of charge, zei gewoon kan die hoest tekenen voor jullie zo. Serieus? Ja. Je hebt die hoest tekenen. Dat is een groot plakkaat in pastel. Zo, echt schoon, hè. Het is schilderij, het is groot. Hè. Ja. Mijn eigen kant. Waar hangt dat schilderij nu? Ja. En, mocht dat ooit onder namer gaan, Pijs had dat voor veel geld. Denk het wel, ik heb het al een paar keer gevraagd. Maar als ik kijk naar die buy-sell trade groepen tegenwoordig, maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, daar wil ik uw mening ook zeker over hebben. Je ziet niet zetten over dat weg te doen, maar ja, natuurlijk, ja, die hoes. We brachten dat uit, ik weet dat nog goed. Dus een early 96 kwam die plat uit. Ja, weet je wel. We kregen ze binnen. Ik weet nog dat ik zei tegen Edward, ik zei nu aan het spel beginnen. Je moet dat zien. Weet ik. Ja, wat is dat, weet je? Ja. En ik weet dat bepaalde labels, like Revelation Records in de States bijvoorbeeld, of in Green Hill in Duitsland, ze weigeren van dat te nemen in een distro. Ja, dat is bullshit. Dat is zo'n platte metalhoes, dat gaan we nooit kwijt. Oké, dus dat waren de labels dat erop reageerden? Ja. Hoe reageerde het publiek daarop? Ja, publiek, ja. Zelfs mijn eigen ouders stonden in de tankslist. Ik was in de band van die black metal in Noorwegen en zo. Mm-hmm. Ondertussen ook een blindfold dat je toen in Scandinavië zo. Dat was toen op dat moment. Werden de mensen vermoord en kerken in de fik gestoken en Hans in Mayhem. Ja, Mayhem, Burzum, dat was Hans in de Bazaar, dat was toen. Noorwegen zat in de ban van Hans in Black Metal, Mafia noemde dat toen, de Black Circle, weet je, dat was zo. Iedereen was schrik voor zo, ja. Als ik spreek op tv of op een gazet, Hans met kot en brandstein, dat was echt zo de sfeer toen, hè. Dat was terrorisme in feite. Ja. En ik zat in de tankslist, thanks to church burners worldwide, weet je, zo. Mijn vader had dat gelezen, dan, mijn vader niet althans een atheist, hij zei, je kunt dat niet maken, dat is zot. Waarom doe je dat, weet je, zo, ik zei, chockeren, hè, weet je. Ja, het shock-effect. Ja, dat marcheerde. Maar Lyre bij spelen, was ook zo. Soms dat schande, ja, massale vechtpartijen in de zaal. En voor een of andere reden, we speelden altijd korte sets. 25, 30 minuten. En dat wekte, ik weet het niet. Ja. Mensen werden wild, we waren agressief. En op duur was dat... En waarover ging Lyre? Als in textueel, waarover had het? Vooral Lyre, de rode draad door Lyre... Het was niet zozeer, er zijn veel mensen die dat denken, we hebben zo wat strijdertje nummers geschreven, in feite waar we een strijdertje bent. Mm-hmm. Maar als je de rode draad door Lyre neemt, voor mij, weet ik heb dat ondertussen al een keer onder de loep genomen natuurlijk, hè, omdat iedereen, wow, wat is dat, het is altijd hetzelfde, maar eigenlijk was dat niet. Dat was eerder toch maatschappijkritisch, en vooral anti-religieus, weet je, vooral anti-godsdienst, dat was wel eerder ons insteek. Met weinig nummers die
Die gingen over vegetarisme of veganisme of ja, strijd uit. Ja, oké, okay, ja, Shatter en dat, Invictus en ja, wat nummers natuurlijk die... Later zelfs na Invictus is kan niet zeggen dat Liar milder was in zijn overtuiging. Ja, dan niet, maar het was meer besloten met hem. Minder uitspoken. Omdat we zo iets anders, ja, kun je blijven dezelfde message verspreiden. Ja, ja. En ook wat, het was ook interessant, want soms als we spelen kwam er metals naar de show, kwam punks kijken. En ja, we zijn ook van, ja, misschien is het interessant dat meer... Dat ook voor iedereen is. Hè, dat ja. Gewoon, ja, kom, we gaan niet... elitair moet dan misschien een beetje mee. Natuurlijk, het kalf was al verdronken, dat is al lang te laat. Hè, ja. Om de naam van ja, super-extremisten te zijn en klootzakken en weet ik wat allemaal. Terwijl het eigenlijk in de fan waren we brave jongens. Die ja. Niet, allee, ja, er gebeurt niks. Oké. Okay. Ja. En als je nu naar die teksten kijkt, na zoveel jaar, want ondertussen, ja, hoe lang is de eerste plaat geleden? 6, ja, maar ze schreven in 1995. Men is opgenomen in 1995 en ze is uitgekomen in 1996. Ja. Ondertussen zijn we al... 25 jaar verder. 25, 26, zo, ja. In feite, die teksten zijn relevant, nog altijd. Niet allemaal, no? Alleen, maar pak van 90% relevant, zeker. Ja. Ja, ja. Ik kon er goed naar terugkijken, allee, alles dat malaire, maar massa getoerd ook natuurlijk, ja, dat was het ding. Ja, nou, we hadden overal gezeten. Ik heb die docu ook nog een keer bekeken, ja, naar de aanloop. Japan, zeker? Ja. Of was dat Congress? Ja, Liar ook. Ja. Liar is als eerste West-Vlaamse... hardcore band heeft voet gezet op Japanse bodem. We waren de eerste uit. Hoe was dat? Japan? Ja, vreemd bizar. Ja. Ik heb al met een paar bands geklapt. Wacht, Carnation heb ik al over Japan geklapt. Met Marco van de Heidroosjes ook. En dat dat Japan wel speciaal is. En ook de neiging voor zo... Dat was het eerste. Voor zo'n old buddy West en te huggen en zo. En handjes heen. Mm-hmm. Japan had dat niet. Dat kun je dat niet doen. Met. Ja. Ze schrikken het. Ze bevriezen het. Dan komen ze, hey, West. Zo. Mm-hmm. Nu is dat misschien veranderd, maar toen... Dat ging niet. Zo'n personal space dat het moest. Ja, ja, ja. Eigenlijk. De social distancing ja, van letterlijk. Ja, 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 ja. Maar ook iedereen een mondmasker. Mensen, dan al? Ja, toen. Ja. Mensen op straat. En eigenlijk Aziatische cultuur, zeg maar. Ook China of Japan en Thailand en wat is het. Als mensen voor het verkoudheid hebben, dragen ze uit respect voor de medemensen, dragen ze een mondmasker. Ja. Voor je medemensen niet te besmetten, weet je. Omdat het iets is van een boeddhistische leer, weet je. Mm-hmm. Wat dat cool is. In a way, weet je. Ja, het is misschien iets om... Maar volgens mij had dat gebeuren hier ook. Hè. Ja. Die mondmasker gaat nooit meer verdwijnen. Hè. Dat gaat deel van ons leven zijn, van onze cultuur. En ja, waarom niet? Ja, het is dat. Als je ziek zit, waar draai je mondmasker uit? Ja, het is dat. Het is besmette mensen, spuwt ook niemand. Of, allez, ja, weet je, haat niet op iemand. En, ja. Vandaar, het is een vorm van respect. Ja, zeker. Hinder is dat zo. Ja. Dus, van, ja. Maar het is, ja, ça va. Het is moeilijk voor het eten ook daar, voor zo de... Zoeste voet te vinden. En, allez, dat zou je verwonderen, hè, maar het is niet... Weet je, het is moeilijk hè? Als vegetariër zo in Japan. Nu zou het ook ondertussen sterk veranderd zijn. Want we waren gewoon aangewezen op bruine rijst, op tofu en op zeewier. En miso-soep. Dan komt eigenlijk op neer. Ja. Een koffie is morgen, ja, vergeet het. Hè. Ze drinken geen koffie is morgen. Dus, miso-soep. Ja, ben ik dan aan Dunkin' Donuts of zoiets van de koffie gaan drinken. Want, ja, dus we zijn westerling en drinken koffie. Ja. Ja, dat is zeker. En brood ook, zei dat er ook niet. Ja. Zo gedroogde vis en al in die toestand. Een kleine cultuurclash. Ja, eigenlijk wel. Maar de shows zijn fantastisch. Ik weet nog goed dat we in de maand mei toeren. Ik denk 2004 is dat zeker, ondertussen. En dat is zo hittehoofd, maar ook ondertussen bakken lower in die het lucht vallen. Dus ja. Het wordt na 2 dagen zijn doodziek. Dus, mm-hmm. Zo bizar. Ja. Trainingsseizoen, niet aan te raden. Mocht ik er ooit naartoe gaan, zou ik het zeker in het achterhoofd houden. Fantastisch land, fantastisch land. Dat wel. Ja. Wat waren uw coolste shows met Liar dat je gespeeld hebt? Ja, veel lokale shows. Hè. De zotte shows dat ik vind. Ja, ik vind niet zozeer zotst. Zo een festival waar je speelt, dat er dus man is en dak gaan. Weet je, ik vind dat cool. Hè. Maar... De coolste shows zijn zo de huiskamershows, zeg maar. Of in een garage of zo. En dan zijn een paar van die kleine Bertels drums altijd zwijnenkot shows noemde dat. Hè. Dat was ongelooflijk, hè. Dat waren de beste. Hè. Dat was zo kot afgebroken en zo. Ja, echt, de max. Ja. Kunnen de shows voor de geest aan van toen? Of specifieke... Shows in Dilsen, voor het de legendaris. Die show met de... Goeie line-ups, hè. Integrity, Ringworm. Congress, Liar, Rancor, weet je, dat was zo, ja. Ja, dat was hard. Het stond er allemaal. De max. Ja. Een supershow. Nice. Ongelooflijk. Bepaalde shows in de Lintfabriek waren tof. Mm-hmm. Dat kot ontplofte. Of zo. Binnen in de Fort Vest vroeger. Zo de early Liar shows in de Fort Vest nog toen. Waar je, allee, ja, ik
kon niet weg, het was een klein kot. Hè. Iedereen dived en springen. En het was, ja, die Helene shows waren goed. Helene hardcore shows. Dat je iedere keer ook naar huis ging met, ja, weet je, met een neusbrood op twee plaatsen, met een tandwijn, weet je, zo van die zeven, van de stage diver. Allee, ja, zo van die part of the game. Hè, battle wel, wounds. Ja, echt. Ja, maar wel allee, spectaculair. Maar ja. Tof. Ja, tof shows. Hier en daar wat festivals. De Early Fluff Festival. Denk ik dat we een keer op Fluff spelen. Ik weet niet, ja, massa's volk, maar zo DIY's. Hè, DIY-sfeer. Dat is wat tof. Ja, ja, nice. En wanneer, ja, op een bepaald moment is dan... Was het voorbij of is het naar beneden gegaan? Hoe zeg je het? Ja. Wanneer is het voor u... Wanneer had hij door dat Laier... Nee, ik ben het anders eigenlijk vergeten. Wanneer had hij eerst en vooral door dat Laier, dat hij iets groot werd? Dat de West-Vlaamse bodem oversteeg? Dat hier weg kon met hun band? Oh. Ja, we zijn vrij vlug begin toeren in feite. Met de, het ding is... We zijn er nog altijd redelijk goed in. De commerçanten zeggen, ze maken van een euro 10 euro. Hè. Je kunt vergelijken met zo'n klein stukje papier, we maken een gazette van. Allee, zeg maar eens, hè. We konden zijn redelijk goed verkopen. Met dat was het ding. Weet, hè. Door speciale shirts te maken, of door opvallende logo's te maken. Of, allee, met, voor een of andere reden waren we goed in marketing. Weet, ja. Zonder dat we eigenlijk van marketing gestudeerd hadden. Weet, maar we wisten wel wat we naartoe wilden, we hadden een plan. Mm-hmm. En... Alleen maar dan... vier nummers spelen, een demo opnemen en nooit meer spelen. Ja, voilà. Toen ik bijvoorbeeld allee, in 96 ging met de band op, met drie West-Vlaamse bands op één tourbus. Ja. Blindfold, Liar en Congress. Mm-hmm. Bepaalde van ons moesten twee keer spelen in een tour van 3 weken. Ja, maar cool. Never done before. Het was niemand die dat deed. Dat is gewoon een nightliner, hup, een rijdend hotel. Hup, weg op tournee in de zomer. Hè. Nice. En dat trok redelijk veel volks, hè. Vooral eigenlijk in landelijk, in Duitsland, ja. Oostenrijk ook, maar een goede fan, een hardcore fan. Ja. Dus, maar ja. Het waren redelijk veel mensen die op de hoogte waren van wat er hier gebeurde in feite, en die het echt wilden komen zien. Hè. Ja. Ja. Verkocht nog veel platen. Good Life was toen als ondersteund label die best wel veel deed, want ja, bepaalde van ons werkten ook, hè. Dus we konden, ja, dat was makkelijk, easy, hè. Want dus, en voor middag je werk doen en pardon. Het is niets. En in de namiddag bijvoorbeeld een uur je band promoten. Weet je, dat was deel van het werk. Weet je. Ja. Dus je werkte voor Good Life. Maar Liar of Congress was onderdeel van Good Life. Mm-hmm. Dus het was makkelijk voor je faxen rond te sturen naar boekers en dat en dat. Maar kijk, ja, het is iets uit. Of pakketten te maken op te sturen naar mensen, prespakketten. En cd's weg te geven naar magazines. En ja, door gewoon je... deden dat wel redelijk goed. Dat was misschien het verschil. Maar dat er toen veel bands of ja, scenes ontbraken in feite, zelfs in Europa, hè. Ze waren in NVS. Hè, ja. Was dat er hier in het water, dat West-Vlaanderen zo... Maar ja, hoe noemt dat? Ze zijn uit de klei getrokken. Hè. Ja, we zijn ondernemers in feite. Ja. West-Vlamingen, ze zeggen, ja, dat is misschien een mythisch iets, ik weet dat nu ook niet. Ja. Allee, ik zie niet waarom dat de Gentenaar niet even zou werken als ons, maar ik wil maar zeggen, dat was zo de drive. Hè. Veel van ons zijn dat meegekregen van vroeger, van de grootouders of van de vader, die zeiden, oh, come on, hè, moet dat doen, hè. Moet doorzetten, moet doen. Dus die werkethiek. Ja, die kijk op mentaliteit. Hè. Ja. Zelfs als dat mislukt, hij loopt tegen een muur, hij loopt er nog een keer tegen. Ja. En hij doet voort dat hij er los doorloopt. Hè. Dat is best eigenlijk. Dat is alleen, dat was de bedoeling. Hè. Dus gewoon, is dat dan de verklaring dat er zoveel bands hier gestart zijn en nu nog altijd populair zijn eigenlijk? Bees dat wel. Zeker als je kijkt. Hey, veel bands, bij manier van spreken, bands uit de jaren 90 die nog altijd. Oké, misschien terug een beetje. Het zal ook wel. Met een paar factoren te maken dat het terug wat opvlakker dan doet, maar de populariteit blijft, zelfs na het splitten en nadat de scene van naar beneden gaan, is dat heel terug omhoog kloppen. Ja. Komt altijd terug in het dal, hè, tussen ding en zo, die het gelijk vanzelfs, het is een begrip geworden, hè, dat heet als een hardcore ding, dat is zo, iedereen kent dat. Daar moeten we het over hebben, hè, Heetduizend. Ja. Wereldwijd is dat raar, dat is zo, like dat Clevo hardcore, of New York hardcore, of Boston hardcore. Ja. California hardcore, hij heet alles een hardcore. Weet. Mensen... Dat klein stukje in ons Belgenlandje. Ja, dat is een broekzak groot. Ja. Dat is niks. Hoe was dat? Want ja, uiteraard was ik een scheet groot. Het eerste deel was ik er nog niet. Het andere deel was ik... 89 tot 99 ongeveer, hè? Dat is toch wel dat een boek... Dat was de periode ook, hè? En waarom? Of, ja? Goh, denk de beste periode. De beste, alleen natuurlijk de meest... booming periode, waar dat je gewoon lokaal onder de mens strak op de show, dat soms niet meer binnen kon en zo, dat was tussen 95 en 97, zoiets, zo 2 jaar. Ja. Toen was dat echt op zijn piek, hè. Ja. Dat was zot.
kun je een moment aanduiden? Wederom een vraag van Bjorn. Een moment aanduiden dat hij vond van dit was echt absoluut de hoogtepunt. Als in een plaat uitkwam, een show, een moment binnen... Wat? Tussen 95 en 97 zijn in feite de G1000 Classics uitgekomen. Hè. Je had het congres met Black and Persistence, Liar Falls of Torment, Liar Invictus. Ja. Had Congress The Other Cheek, had Blindfold Asteroid 164, had Shortside, dat zat er allemaal tussen. Weet je. Ja. Zo is juist Regression. Weet je. Dat was allemaal in die periode, Spirit of Youth. Allee, het was, enzovoort. 2 jaar tijd. De sterkste platen en zijn echt ontstaan in die 2 jaar. Ook dat toeren en spelen op festivals en dat was meest actief. Ja. Ja. En gezegd, 99, dan is het wat downhill gegaan. Ja, de pudding is wat je zag dan. Hè. Dat was... kon een beetje voelen. Hè. Dat was zo... Ja. Van waar? De reden, ik weet dat niet. Ik denk dat mensen... mensen waren ouder. Je blijft 17, weet je. Ze begint te verkeren. Iets vast werk. Ze begint misschien vroegtijdig aan een huis te kopen. Of alleen van die toestand. Ja, andere verantwoordelijkheid. Gewoon de aardse beslommeringling dat ze zijn. Ja. En hardcore is dan misschien... Op de tweede, derde, derde plaats. Ze zeiden van, het past wel wanneer ik aan de show kom. Maar zo, dat actief organiseren, die fanzines die gemaakt werden, en dat was allemaal, dat was gedaan. Hè. Dat was, sommigen van ons proberen dan nog zo'n beetje, nu en dan, om je leven in te blazen, dan weer een keer iets te doen of dat, maar ja. Ja. Je kon dat voelen. Jammer. Ja, uiteraard. Maar nu is het misschien weer wat... Ja, what goes up. Wat bezig. Must go down, hè. Ze zeggen ze. Ja. Dat is maar alles. Hè. Ja. Zijn nu nog bezig met huidige band? Los van wat hij gedaan hebt, volgde de huidige hardcore scene nog wat? Als in zijn op de hoogte van wat er nog speelt? Of... Ja, ik weet wat dat er actief is. Of wat dat er, maar het is, zelfs die bands nu... Hoe zou ik zeggen? Ik zou niet... Het lijkt me moeilijker voor nu aan de bak te komen dan voor dingen te doen. Mm-hmm. Maar ik zie dat de shows dat mensen organiseren, dat is ook kleinschaliger terug. Weet dat, iedereen doet wel zijn ding. Maar dat voor een of andere reden, dat natuurlijk potentieel dat er vroeger was, wat ook normaal is, maar nu is er een overaanbod aan van alles. Weet dat, het is zo, ik kijk, bands en labels, ze kunnen oneindig blijven nieuwe dingen ontdekken. Ja. Het is goed dat er heel veel in Amerika is, een sterke scene terug en maar ik vrees ook dat daar... Het zal ook wat minder zijn. Hè. Dat is ook niet de hoge dagen van bands like Crisis en een Snapcase en een Strive en alleen de Victory-generatie, zeg maar. Of een Marauder of zo. Allee, alles die doen de oude bands zijn nog blij. De Madball Agnostic Front, dat bestaat nog allemaal, maar zeker de Agnostic Front. Ik heb ze gezien een paar jaar geleden, was ook in een kleine zaal, dat was misschien 150 man aanwezig was. Dat is wel, gek eigenlijk. Ja, ze wel icoon, hè. Ik bedoel, Agnostic Front. Ja. Goh, heb ik ze het laatst gezien in... Als ik het goed op tijd in Kroatië en dat was op zo'n parking gelijk, het was wel nog chic. Maar... Ja, het is dat, maar ik bedoel, het zou moeten, misschien voor die mannen is dat ook maar hetgeen als ze doen, hè. Dat is een job, hè. Dat is een fulltime job. Hè. Ze kunnen nog niks anders, hè, bij manier van spreken. Allee, ze kunnen niet anders, schat. Ze willen ook niet anders waarschijnlijk. Ze zijn zodanig ingeburgerd, wat moet je nou doen? Als al zo ver zijt. Ja, moet je gaan doen op je 60 ze nog in een fabriek gaan werken. Dan kun je nog 10 jaar met pensioen verharen. Ja, dat is dat. Er is geen zin meer, hè, dat te laat. Ja. Ja. Was het vroeger beter? Ze vragen dat veel, hè. Ja? Ik kan niet zeggen beter, het was anders. Ja. Dat is misschien een beter antwoord. Mm-hmm. Beter, ik weet dat niet. Maar ik weet niet wat er morgen komt. Van hetzelfde morgen is een... Is het gepasseerd? Of is het beste dag van mijn leven met hem? Dat weet ik niet. Maar eigenlijk, ik heb het gevoel dat mensen heel nostalgisch naar die G1000 scene aan het kijken zijn. Zeker, misschien zelfs mensen dat er niet bij waren. Want als ik had daar juist aangehaald, die buy-sell trade groepen. Daarnet nog een keer op Discogs gekeken, Invictus. Zijn er platen dat voor 100 plus euro's gaan? Die eerste 300 heb ik gezien. Ik heb dat zelf maar 1 exemplaar in mijn kast van zitten. Allee, zo, we zullen, ça va. Ik ben zo, dat is crazy. Ja. Het is natuurlijk wat de zot er ook met zich wel voorheen. Ja. Het is effectief mensen die kapitaalkrachtig zijn en die waarschijnlijk hun collecties zo kopen. En misschien denken dat ze dan dat stukje verbondenheid ook kunnen meekopen. Maar, want het is eigenlijk gek, want op zich is hardcore nog altijd wel wat een working class genre. Om dan 300 euro voor een vinyl te gaan geven. Hoe is dat voor u? Want jij hebt die plaat niet uitgebracht. Ik weet niet wat een plaat kostte de moment dat hij die uitbracht. Goh, ik weet dat niet meer. Voor hoeveel als hing? Het Youth of Today? Dat niet gezegd, dat was iets zonderlijk. Maar vroeger konden zo een laaier vinyl komen voor 300 frank, weet je.
€7,50. Ja, voilà. Ja, dat was het. Ja. 250, alleen zo witte, zo van die ja, cheap. Ja, goede investering wie dat daar gekocht heeft. Ja, ja, dat is de 7-inch vroeger, dat was ja, 80 frank, 100 frank. Ja. Schone tijden. Ja, 2 euro, 2,5 euro. Allee, ja, ik ging wel wat meer muziek gekocht hebben. Ja, maar toen was dat ook veel. Hè. Dat ja, tuurlijk. Dus, tuurlijk. Andere tijden. 100 frank vroeger was 100 frank. Hè. Dus ook zo, pff, oei. Ja, ja. Ook oplet, hè. Dat, was ja. Een, dat was een zakgeld. Hè. Ja. En nu afkomt met 2,5 euro. Dus ja, hallo. Ja, misschien ergens op een of andere rommelmarkt, zoals de Sean zet. Ja, het is dat. Hoe zijn ik al Liar CD's gevonden in de kringwinkel? Ah ja, maar ja, een chance. Ja, ja. En zo, toch een live CD van Hyperfest. Ah ja. Ja. Knockout of zo, ja. Zo ja, is, ja. Een live CD van Hyperfest, ja, 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 ook in de kringwinkel, ze 2 euro van. Ja, ik ook die zien leren ja, cool, kennen ja, van ja, toen, cool, want ja, dat heestig. Ja, ja, ja. Wacht, waar wouden we hier allemaal naartoe gaan? Over de collectors. Ja, de collectors. Ja, raar, hè? Ja, ja, raar. Ja, ja nee, weet, het was iemand die zei van de week, ja, het is, ik weet niet wat er wegging, een of andere plaat, ik ben het vergeten, of een paar weken geleden. Het. Ja, het is 100 euro. En, ja, allee. Het is ook zo altijd, mensen dat tegenin gaan, die zeggen, op, het is schandalig dat je vraagt, en dan, ja, het is schandalig dat je het heeft. En, maar ja, langs de andere kant, allee, hardcore en punk is ook een, en sowieso, als mens, ja, moet je een individu zijn en moet doen wat je wilt natuurlijk. Mm-hmm. Hè, je vindt dat dat kan. Ja, de ene geeft het dan whatever, ja, ik weet het niet, aan ja, een duur t-shirt of van een gitaar of ja. Allee, weet dat, zo, om een schoon noten, wat hij graag mee rijdt, wat hij ook zijn prijs wil voor betalen. Of, mm-hmm. Okay, ja, dat zijn natuurlijk dan de aardse beslomeringskus, weet dat, die platen, is dat noodzakelijk? Nee, maar bij mij weten, ja, er zijn altijd mensen die superveel platen kunnen zijn verzamelen, maar die ze gewoon kopen. Ze komen net als ze kopen, zo, ja. Ja. Mijn vader ook, hè, zo. Bij zijn cd's, ik weet niet of er staan, hij is 6 duist. Is dan een verzamelaar? Nee, maar je koopt hem gewoon, ja, die iets goed vindt. Moet hij dat fysiek je koopt het, ja. Je zou ook zo dat wel weten. Ja. En ik ondersteun Bent daarmee. En dan natuurlijk, ja, iemand die een lagerplaten koopt op een Discogs aan 300 of een Congress aan 600, ja. Ondersteunt dat zeker een band niet meer. Maar ooit is een band wel daardoor een ondersteund geweest in het verleden. Hè. Ja. Ja, dat is dat. Oh, dat is juist. Die plaat krijgt een tweede leven, oké, als je wilt duurder zijn. Ja, en op zich, nu zei je zelf ook, met het label FX7, mm-hmm. Je hebt ook reissues aan het doen. Ja. Misschien hadden we zo ook wat tegenin dat mensen toch... Ja. Dat wordt weer democratischer gemaakt. Maar, hè? Voor veel mensen zijn, weet je wat, kan als wel een plat kopen voor 20 euro, dan dat ik de 300 geef. Maar uiteindelijk is het bijna hetzelfde artwork die erop staat. Of is het, ja, soms is het een beetje armaster dan een beetje mm-hmm. Die plat die wat minder stoffig klinkt misschien. En ja, is dat in feite voor de collectorsmarkt tegenin te gaan? Maar nee, ja, maar in feite, ja, weet je, eerlijk. We doen het in de tijd, we doen het nog. Hè. Alleen, we persen ook onder het groen en onder het witte. En ja, waarom doen we dat? Weet je? Ook de ja. Voor mensen ook een beetje aan te zetten voor ze te verzamelen. Hè. Mm-hmm. Natuurlijk, nu zijn ze goedkoop. Ja. Wie weet, die congresbox van Reality van ja, die nu uitgekomen is. Natuurlijk zit veel in. Hè. Het zit vrij veel in. En hoeveel was het? 100 tennenklets. Maar bij zelfs binnen een jaar of twee op Discogs gaan kijken. Ja, dat zal zijn. Ja. Wie dat erin heeft. Ja, het is dat. Het is ons plan. Het is ook zo'n investeringsje geweest. Ja, tuurlijk. De actuele titels dat we hebben, proberen we in pres te houden in feite. Dus ja, iedere keer als ze uit zijn, dan proberen we bij te persen. Dan zeg maar, kijk, ja. Zo blijven die platen actueel. Mm-hmm. Tuurlijk, ja, het gaat niet altijd. We verkopen er ook geen honderden van. Het is moeilijk voor een paar honderd platen kwijt te gaan. Zo. En toch besliste om in 2021, ja. De digital age, op uw 52-jarige leeftijd, een fysieke platenwinkel open te doen. Ay, meer dan platen ook. Ja, wat is het? Merch, skateboards. Ja, het is een verhaal. Hè. In feite is dat ook mijn passie die hier eigenlijk hangt. Hè. Hardcore punk, ja, passie. Ja. Dat is geen hobby, maar het is wel iets dat mm-hmm. in mij zit. Weet, het is wel iets wat ik zie hier, is, wel, wat me mee omringen, is iets dat ik zelf mega cool vind. In feite iets die, ja, die mij fascineert en die... Ja. Het is mijn leefwereld, kom ik binnen, dat is mijn 2000. Dat is hier, mm-hmm. Allee, ja. Het is ook verbonden met onze zeevrekatelier, wat dat gemakkelijk is. We zien gewoon een soort een fusie met wat we dan wel deden. Ja. Wanneer ik aan het zeevrek, we zijn sowieso actief in het bandcircuit, we drukken voor bands. En vroeger drukten we voor iedere toerende band die afkwam, voor Amerikaanse bands, en dat was allemaal veel groter. Mm-hmm. Nu zijn we gedownscaled in feite, en doen we nog vrij veel lokale dingen drukken voor lokale bands. Ja. Het is artistieker bezig, het zijn kleinere plannen van dingen. En het is, ik vind het wel plezanter. Dat ligt me meer dan dat grote industriewerk, dat kun je niet doen met mij. We zien nou niet zitten met. Hoe zijn er eigenlijk mee begonnen, dat zeefdrukken? Want, ja. Ik leerde zeefdrukken op mijn 17. En toen ben ik naar de kunstacademie gegaan, wegens mijn broek te verslijten op school. En ik niks aan een bal te geven om wiskunde en aardrijkskunde en geschiedenis. En
alles dat niet artistiek was, interesseerde mij geen bal. Dat was zoiets, alleen plastische opvoeding en creatief bezig zijn en etsen maken en lino's. En ja. Dat was mijn ding, dat was mijn passie en eigenlijk nog altijd. Ik ben altijd graag bezig met kleuren en met dingen te maken. En, ja, en ze zijn altijd vroeger, gaan nooit, ik weet dat mijn leraars altijd, Verbeke zegt hij, had er nooit niks van batten in het leven. Hij had in de hoop belang, hij had een drugsverslaven zijn en een trieste hart en dat en dat. Ik zei tegen hem, we gaan dat zien. Een drugsbeland, is dat dan een van de aanzetten geweest voor die straight edge? Van, nee. Ik weet dat niet. Dat is... Mensen vragen me dat soms, hoe zijn erin gerold? Ja, ik weet niet, dat is automatisch. Dat is zoiets iets die vanzelf gekomen is, die zo ja. Ja, mijn interesse sparte. En ik zoiets van, ja. Nog altijd? Dat is wel iets voor mij, ik ben niet meer straight edge, nee. Maar ja. Ik zit ook niet aan de rest, ik wil maar zeggen, ze zeiden in de tijd van, ja, had er niks van maken en dat en dat. Ik hoorde dat te veel. Zoveel dat ik ging gaan werken naar een steen met hoesting en loopt een band of zo, dat moest iets zijn, hè, vroeger. Mm-hmm. Ja, dat is hier de toekomst. Dan denk ik me, ja, fuck that, weet je, no way. Ik ga er niet anders van maken. Ik ga er niet doen, hè. Ja, we hebben jaren gewerkt voor bazen en ook in de platenwinkel gewerkt en zo, en dan met het label bij Good Life, dat was dan weer mijn ding. Ik voelde me stiek. Rond de beginperiode, jaar 2000, ben ik zelfstandig. Ik had de hok wagen. Maar dat was smijten op bandmerch. Ja. Ik had er nog geen druk. Wat een wij dat testen verkoop. Ik werd met 10 drukkers uit de streek. Overal met noten gaan afrijden. Ja, kun je dat trekken? Kun je dat trekken? Kun je dat trekken? Niet een noten vullen de vrijdag. En dan marcheerde goed. Oké. Maar op een duur wou ik dat zelf doen. Weet. Ja. Niet altijd het slimste zet. Dat testen verkoop is beter commercieel. Omdat je uiteindelijk niet met jongkosten zit van die machine en dan in bazaar. Maar het zelf doen en het zelf creëren en zelf je kleur maken en die, ja. Het is dan de artistieke die naar boven komt, hè. Daar dat vind ik meer mijn houding in feite. Ja. In die platenwinkel, nu ik weet dat is, allee, voor veel mensen is dat... Want je hebt al uw Big Cartel, waar dat het meeste op staat. Ja. Oké, nu heb je ook wel andere... Als ik hier wat rondkijk, ja, het zal wel bijkomen nog. Het zal nog veel bijkomen, ja. De My War Zines, mega goed zien. Ja, goed, hè. Mega cool. Ja, Mondi, het is ook een... Een oldschool vriend van vroeger nog. En een oude rottentje. Misschien net samen, ja, het zal wel. Ik denk met Spineless in het verleden. En het is een goede kameraad. Mm-hmm. En in feite, ja, dat wil ik ook. Met fanzines en dat ook in de wereld was en is eigenlijk. Dus ik, ja, al heel let. Kijk, zoiets van, ja, als ik binnenkom, moest ik hier als toerist of passant in Kortrijk rondgang. Ik weet dat dat bestaat, als ik naar naartoe ga. Weet. Ik weet dat ik op prijs ben of ik ga maar eens naar Barcelona of naar Lissabon. Of, ja, zoek ik ook al. Ik loop voor aan te kijken op Facebook. Waar de platenwinkels zijn. Met ja. Omdat ik daar wel naartoe ging. In Milaan ben ik ook geweest. Mm-hmm. Ben afgezet met een taxi voor een black metal platenwinkel in mijn short en in mijn t-shirt. En die man stond aan het raam te kijken. Ik ben naar binnen geweest en ze denkt, wat komt die niet? Een toerist. Ja. Ik heb zo een Doodheimsguard platen gekocht, een dartroon. Ik weet niet of ik allemaal uithalen. En die man stond te kijken. Wat is een toerist hier aan het komen? Toerist hier, ja. Een korte broek en mijn zonnebril. Een platenwinkel is een beleving. Hè. Dus ik ben opgeruurd met platenwinkels. Vroeger in Kortrijk aan het popcenter met Jacques. Een kamerad van ons, van mijn vader en mijn moeder ook. Mm-hmm. We hadden de beste platen. Dat was hard en heavy, weet je. Dat was zijn specialiteit. Ja. Punk en hard rock. En recent gestopt, zeker. Ja, en heavy metal. En in feite is dat een beetje hetgeen dat ik wil verder zet. Allee, de slogan, hard en heavy. Ja, dus okay. Zo, uit breed pakt, de brede wire van hardcore en punk en metal en sludge en alles erop en dran, is dat hard en heavy. Oké. Okay. Met mij gaan geen, ik zeg maar iets, geen Beyoncé-plaat kunnen kopen, dat ik wel zijn. Weet je. Ga je alleen verkopen wat je zelf graag hoort, of ga je... Ja, kan dat niet doen, hè. Maar, pas op, in a way... Als je ding begint binnen te nemen, dan zeg je van ja, dat en dat en dat en dat. Oké, ja, hier een dag ik in een hok tussen zitten, dan kan ik het wel zien. Mm-hmm. Maar langs de andere kant wil ik wel redelijk op doof te zijn voor wat het is. Weet je. Ik heb bijvoorbeeld nu Verbal Assault platen binnen. En, waarom? Omdat ik een mega grote fan ben van Verbal Assault. Ja. Bjorn ook, ik weet dat. Weet je. En dat is ons ding. En ook de blindfold man in het dit. Voor mij is dat belangrijk dat die plaat er zit. Ja. Al verkoop ik dat niet. Hè. Ik vind dat plezant dat ik dat weet dat hij in die bak zit. Ja. Dat ik dat heb. Okay. Hier komt Uniform Choice, 7 Nilan. Die Judge platen zitten hier. Allee, weet je. Dat zijn dingen, dat zijn mijn roots. En in feite vind ik dat belangrijk dat hij erin zit. De roots eren of in stand ja, als er iemand binnenkomt en zegt, ja, wat denkt hij? Dan denk ik, ja, kijk. Oh, die Judge is dat goed, ja. Tuurlijk is dat goed. Dat is een classic. Ja. Instant classic. Like dat in een Nevermind the Bollocks van de Pistols of de eerste Ramones. Hè. Dat zijn instant classics. Dat zit hier ook. Ja. En, weet je. Zijn je al aan het verkopen? Want anders ga ik hier zobiet na onze babbel en een keer... Dat is een ding, dat zijn mijn roots. En in feite ook... Een deel metal, ik ga kijken voor die Black Sabbath platen te steken en misschien wat Kiss platen zo. Ja.
Dat is een soort een trip naar mezelf, mijn eigen muzikale... ja, mm-hmm. mijn trip eigenlijk, van klein tot nu. Weet ja, wat zijn zo uw favoriete bands door de jaren heen geweest? Als nu... Hardcore? Ja, en... Ik heb tamelijk een brede waaier van stuff, maar ik blijf altijd wel redelijk vasthangen aan de klassiekers. Dat is raar, hè. Ik laat er weinig nieuwe bands. Allee, ik weet dat er goede dingen zijn, hè. The Change en The Mind Force, en dat zijn de goede dingen. Er mm-hmm. zitten ook de invloeden dat ik graag hoor, de Leeway, wat ik hoor, ja, de oude Cro-Max. Mm-hmm. En een Alpha Omega van de Cro-Max bijvoorbeeld, dat is een plaat dat doet bij mij. Ja. En dan ook veel black metal. Ja. Satyricon bleef altijd hangen. Mm-hmm. Alles is goed van Satyricon, vind ik persoonlijk. Zelfs de... Dat is een band dat ik eigenlijk van naam ken, maar ik zou misschien wat meer moeten hun lijst. Fantastisch, echt goed. Ja, en van punk ook. Hè. De gewone de classics. Hè. Dead Kennedys en dat blijft hangen. Ik kan dat niet metal ook. Merciful for Fate, King Diamond, dat zijn mijn roots. Hè. Ja, juist. Maar ook een Ghost van, weet je. Veel mensen vinden dat. Ja, ik heb onlangs ook over Ghost gehad met Jens van Of The Cross. Ik snap, Max. Ja, raar. Met zo gelijk wel een punch. Het is zo... Ja, begrijp het. Maar de insteek en de filosofie erachter, het is iets dat mij vooral aansprak. Weet je. Het is zo, het is eigenlijk... Het zit een verhaal achter. Satanic pop, hè. Ja. Het is gewoon satanische commerciële muziek. Er is een enige band en de eerste band in de wereld die dat kan realiseren door satanisme in de charts te krijgen. Dat is fantastisch. Er is geen enkele metalband die dat kan. Hè. Dat was een opzet ook van die gast. Hè. Van Tobias. Ja, dat is gelukt. Hè. Ja, ik kan maar zeggen, dat is... Mega, mega avres. Je kunt niet avresser gaan. En ik ben niet in het systeem dat je eigenlijk normaal gezien in een way niet zo toelaat. Ja. Eh? En toch zit het in die charge. Weet je. Nee, het wel gekund. De teksten analyseert. En mensen ook, veel christenen dat kennen, zo, superband. Dus ik zei, de teksten alleen, moet ik de tekst wel erbij pakken. Mm-hmm. Hey, dus je ding niet, het kan je ding niet zijn, maar het is... Het spreekt alles tegen wat je verstaat. Op Jezus en op God, dus op de kom, alleen eerlijk. Maar het is commercieel, het zit in een poppy versie. Ja, het is sowieso dansbaar, maar... Ja, voilà. Ja. Ja. Maar de early ding vind ik wat beter, pas op, dat wat beter. Maar ik volg dat wel, omdat dat zo... Allee, voor mij is dat zo, ook zoiets tegen de scheenstam, op een hele clevere manier. En het is dat Hans plan achter. Dat is een gast die ik realiseerde in het begin. Ja, dat is waar. Okay. Mastermind, hè, in feite. Allee, zijn nu al de tweede dat mij verkoopt? Ik zal het een keer... Ja. Je moet dat kunnen, vind ik. Weet je. Omdat ik ben ook aangesproken door alles wat cult is en die een beetje vandaar. Vandaar ook die kaars hier? Ja, die Noveenkaars. Ja. Die met Lemmy vind ik wel geniaal. Hilarisch, hè? Ja, tof, hè? Ja, dat zijn kaarsen die mijn vrouw verkoopt in haar shop in de stad. Mijn vrouw heeft ook een shop, hè. Oké. Okay. Een moedshop, waar ik ook van alles kan beleven naar binnen had. En vandaar, ik zeg het ook, dus als je hier binnen had en als je daar binnen had, kun je onmiddellijk zien dat er een link is. Ja. Dat we samen hangen. Dat is okay. Zo, ook de hevel van haar is de meest kleurrijke hevel van de stad. En zo, allez, weet je, dat is ook zo een beetje de buitenstap, hè. En durven een keer iets doen die misschien niet... Maar het trekt wel aan, veronderstel ik. Ja, mensen vinden dat cool, hè. Ja. Dat zal wel. Alright. En jij nog ding? Nee, wacht. De Hey 1000 boek, de 640 bladzijden. 40 pagina's, ja. Hoe start je met dat... ik heb een boek gelezen en ongeveer gelijkertijd die docu bekeken. En ja, het gaat over hetzelfde verhaal. Ja, uiteraard. Ja. Ik vind een docu een heel mooie samenvatting van het boek. Het is korter, ja. Ja, hoe lang? Nu rent 10 of... Ja, 90 minuten. Hè, maar nee, kort. Maar meer, hè. Maar men monteert dat juist goed. Hoe startte daaraan? Of wat was een aanzet dat het gekregen om daarmee te... Het is dat ik vroeger al een keer wou. Vroeger had ik een blog, denk meer dan 10 jaar geleden. Heet al de Central, heette dat. Dus zo, dat bestaat nog altijd, maar ik raak er niet meer in. Maar dat staat er nog altijd online. En, ik zou hem zeker linken. Ja, en daar staat er zo'n een ding van, ik heb een ding nodig. Ik ga een boek starten, een Hetaals boek. Ja. Ik ga ermee beginnen. Ik heb ding nodig, input en dat van iedereen. Mm-hmm. En dat. Het is er nu niet 100% direct van gekomen. Hè, dat met de verhuizen ben ik ook 8 jaar in Gent gewoond. Ik heb Gent gewoond. Maar ik denk, bijna terug de verhuizen van het Gent. Alleen maar hier een spot gevonden in Kortrijk, een huis. We moesten daar eigenlijk weg. Ja. Uit dat huis aan mijn huur en uiteindelijk iets kunnen kopen, een korte keer. En eigenlijk de stap bijna ervoor, die docu was al aan het spoken, dus we waren eigenlijk daar al mee bezig. En die docu was niet genoeg. Weet je, dat was zo, oké, dat is beknopt. Dus niet iedereen is aan het woord geweest, dus je kunt dat ook niet doen. Anders zit je maar een langspeelfilm van 6 uur. Allee, ik zeg maar iets. Dus, Lars van Trier. Ja, dus, inderdaad, Lars van Trier. Maar... die ding dat ik leg, dus al die binnen
ben nog harder wat dat betreft. Flyers en attributen en accessoires en alles. Die weet je, bierkaartjes met datums en ik heb allemaal bijgenoten. Allemaal staan in mijn huis. Dat is een klein museum in mijn garage eigenlijk. Okay. Staat stukje dan, maar ik heb dat staan. Het zijn mapjes. En, kunt u een expo mee organiseren? Zo, dat moet wel, maar dat kan je niet binnen, al die dingen. Echt wel, ja. Ik denk dat 10.000 foto's zijn of zo. Dat is ongelooflijk. Oké. Okay. Zot. Flyers, flyers, posters. Dus, wie dat er aan het luisteren is, dat interesse heeft om een expo te organiseren, get in touch. Get in touch. Ja, die plannen zijn er ook eventueel voor later van tijd, misschien in Schouwburg in een Kortrijk. Maar dat is ook gigantisch. Het zou chic zijn. Hè? Ja, maar het is gigantisch veel werken, zoiets. Dat geloof ik. Ja. Ik was aan het denken, misschien moet ik een keer starten in mijn shop. Dus alles wegdoen. En een keer een week, gaan ze in een muur volgen. Ja. Met posters, flyers, platen, alles wat ik er kwijt kan. En dan heb ik gewoon een soort van Heetalsen Expo in mijn platenwinkel uit. Ja. Natuurlijk, ik schrik dat mensen dingen van de muren gaan pakken. Of zo, maar platen, ja. Collector shirts en allee, ja, weet je wat. Ja. Ja. Moeilijk. Maar goed, dus, de docu. Na een docu zijn we eigenlijk vrijdag begonnen met schrijven van het boek. Mm-hmm. Toen ben ik in contact gekomen met Onno Hesselink. Een oude vriend die ook... al die hoezen vroeger van Good Life, van Sobermind en alles grafisch samenstart. Dus een layouter, ja, maar puur samen. Het was niemand die layouter kon vroeger. Dat was weg naar Hinder en die bokste die hoezen samen, die verstommen maar dan wel. Eigenlijk. Dat is een van ons eigenlijk. Die wonen in Overijssel, maar Onno is de man. Het was daar sprake van, we spraken erover in een boek. Terloops ook, zou ik ze dat wel doen. En hij zei, ja, waarom doen we dat niet samen? Dat ik dat ontwerpen, dat hij schrijft dat samen. Oké. Okay. En we gaan dat documenteren en van alles lag open bij hem thuis op tapijt. Per jaartal en dan, dat was tof. En dat zo, die boek is vrij snel tot stand gekomen eigenlijk. We zaten naast elkaar te werken. Ik was aan het typen, ondertussen was hij aan het layout. Oké. Okay, ja. Het ging razendsnel, echt waar. Hoe lang heb je eraan gewerkt, aan de 640 pagina's? Eerlijk? Echt gewerkt, ik denk 4 maanden. Maar niet iedere dag, hè. Ja. Toen zijn we op reis geweest naar de Provence, mijn vrouw en ik. En voor een 12 dagen zeker of zo. En iedere keer als het warm werd, ik weet nog goed, dan stond zo'n parasolboom buiten en aan een zuizekje dat muurde. En iedere keer als het warm werd, zei ja, het is nu een siesta normaal gezien, dus dat daar, ja, het is zo'n 40 graden buiten. Ik zat onder die boom, ik heb bijna, ik zou durven zeggen, een helft van het boek getypt, puur op heugenmeet. Fuck. Ja. Nice. Ja. Ja, chic, ja. Wie dat er niet bij was, kan... Gewoon een fruitsapje of een thee naast mij, en dan zo een koffie, en gewoon een boom. Ja. En alles wat bij hem opkwam, typen, en blijven hangen en alles doorsturen. Ondertussen was hij ook al bezig thuis met een en ander. Zo is dat tamelijk snel gegaan. Ja, plots zonder 640 pagina's gevuld. Crazy, dat was echt crazy. Het was veel, joh. En nu is hij ook verkrijgbaar in Amerika, zeker? Via Revelation, ja. Ook en dat wel kan... een schoon label om mee samen te werken, hè? Ja. Revelation is ook toen al geheim geweest wat dat betreft. Allee, mijn favoriete hardcore platen, zeg maar, die uitkwam op Revelation toen ze nog in New Haven en in Connecticut zaten. Dat was Side by Side, 7 Inch, No For An Answer. Ja. Chain of Trent, Gorilla Biscuits in eerste. Dat is fantastische hardcore. Hè. Dat is gewoon de essentie, vind ik. Hè. Ja. Allee, hier ook. Dat moet je leggen, weet je. Omdat dat is zeker. Het is hardcore geschiedenis. Allee, ja, Gorilla Biscuits, dat is weet je, de Side by Side die onderschat is, die topplaat. Die 7 Inch is ongelooflijk. En dat klassiek label, dat dan nu een boek ook wil verspreiden. Voor mij is dat full circle. Hè. Ik heb altijd graag dingen die terugconnecteren en die terugkeren eigenlijk in die end. Weet je. Dus zo het verhaal met de Limelight en Kortrijk ook. Als kind rondhang daar in die zaal. Ja. Kan ieder noek, kan ieder zetelje daar. En dan uiteindelijk, op het eind van de rit in het jaar 89, de zaal speel met mijn band Rise Above met de Gorilla Biscuits. Zie, dat is full circle. Ik heb dat graag. Dat klopt. Ja, dat is sowieso. De spirituele mensen zeggen, ja, maar dat is kosmisch en dan geloof dat niet in. Weet je, maar... Het is wel, maar het is wel cool. Het voelt goed het voelt als dat aan, samenkomt. Dat is dat ik bedoel. Voor mij is dat... Ja, voilà. Dat is hardcore, maar alles met de spirit erom dan. Ja. En hoe is die samenwerking nu tot stand gekomen? Ja, ik vond ze er wel al voordien linken waren. Maar of... eigenlijk, ja. Like ik zeg, we zijn meesters in verkopen. In verkopen. Maar, allee... Bij manier van spreken, je zet mij in een autogarage voor auto's te verkopen, en ik ga geen enkele auto verkopen. Ik weet dat. Omdat dat mijn ding niet is, dat is mijn passie niet. Weet je. En die boeken, kijk, ik heb op goed geluk gezegd van, ja, by the way, er zijn veel Amerikaanse mensen die graag met een boek zouden te pakken krijgen, maar ja, de port is enorm duur. Zie je, zit erin te verdienen. Weet je. Ja. Zijn ik erover nadenken, ik heb dat gezegd, ja, Jordan Cooper, weet je, de eigenaar van Revelation, ja, vroeger nog in Project X gespeeld, hier op tournee, en ja, we kennen elkaar. Ja, min of meer wel. Hè. Het is lang geleden. Ik zei, bespreek het met Jordan. Weet je. Ik zei, zeg hem dat en dat en dat. Ja. Ik zei, dan ding doorsturen van Youth of the Day. En ik zei, weet je nog, ik heb foto's van hem. Ja, moet ik een beetje kunnen
je charme offensief uitspelen. Hè. Ja, sowieso. En hij mailde terug, weet je wat, stuur er me 10 op. Ja. Ik zei, weet je wat, hè? Ik had er 30 op steen. Ik zei, gaan we zien hoe dat marcheerde. Die waren eigenlijk weg in de week. Dus ja. Oké. Okay. Hoeveel zijn er nu al naar daar gevlogen? Of geshipped? In totaal, nu een stuk of 50 zeker of zo. Zijn er weg. Ja. Nice, hè? Ja. Je bent ook, in zijn laatste ronde te geraken hier. Hè. Dus we beginnen ook met nog, hè. Maar het zijn nog veel wassen. Ja. Ja, sowieso de moeite. En samen met die boek dan de Laie Reunie, zeker? Ja. Ja, dat was... Stond dat... Dat was een organisatie die... ja, die slopend was, hè, ja. Je kunt dat gaan denken. En repeteren en... Ja. Allee, enzovoort. Mm-hmm. Ik zat er in de studio met een andere band ook, dus moest naar de studio gaan ook. Daar hadden we getest. Hè. En die boek. Die deadline van die boek. Die Laie plaats worden als zijn perses. Die merch allemaal drukken van Verhinderd Laie. Ja, alles zelf gedaan. Hè. En stond het al lang vast dat Laie die show ging spelen? Of was dat iets dat... Met het maken van een boek. Ja, met het maken van het boek dacht ik van ja, oké, we kunnen dat in een vorm gieten dat boekpresentatie is. Hè. Mm-hmm. Maar ja, hoe leg je dat aan boord? Hoe krijg je, bij Marie van Spreken, hoe krijg je een paar honderd man samen? Maar ik had erop gehokt, een paar honderd man, echt waar. Voor die boek te verkopen. Weet je. Ja, ja. Oké, het is een boekexpositie en dan, het leidt aan een boek. Ja, het gebeurt dan niks rond. Mm-hmm. Mensen gaan er niet toe en ze weten wat, als het is, kan bestaan online. Ja. Maar ik denk, we moeten iets doen dat niet online te koop is. Hè. Dat gaat dat zijn. Hè. Nou, wel geen show van 25 minuten. Hè. Het was een lange show, ja. Ja, Nick Tronkoe hem online gesmeten. Ja. Een dik uur bezig. Ja, wat lang is. Voor wat congresnummers daartussen. Ja, dat moest hij. Ja. Ik heb me niet zoveel eraan gerepeteerd. Ook. Dat is vrij vreemd. Ik heb met Joost, ja, lang met Joost, bevoor hij niet meer samenspeelt. Joost is gestopt in het jaar 99. Dus in feite, ja. Voor eigenlijk 19 jaar later terug te beginnen repeteren met een band. Ja. En nu? En dat ging flawless, hè, echt waar. Ja. En met Matthias erbij, die altijd belangrijk speelde op plaatsen. Dus het langst in band te zitten, dacht ik. Mm-hmm. In een ruk. Ja, dat ging goed. Die samenwerking tussen die twee gitaristen, dat zat er echt op. Ja. Dat is dat mijn vroeger al moesten hanteren. Dat ging nog een straffer verhaal geweest zijn. Maar dat is zeker. Nou, hoe lang heeft een band stilgelegen eigenlijk? Maar lang, hè. Wanneer had de handdoek in de ring gehoord? Hij stopte in 2006. Ja. Uiteindelijk. Een keer stopt om weer naar het begin. Mm-hmm. En toen speelde ik een show in Rotterdam in de Baroeg, ik ga het nooit vergeten. Toen was de derde man met. Ja. Ja. Ik kreeg toch spelen, ik heb die set afgewerkt. Ik ben backstage binnenlopen. Ik zei van ja, gast. Hier stopt het weer. Stopt. Ja. Ja, dat gaat niet meer. Dat gaat niet doen. Mm-hmm. Dus, een schop naar het een als ingescheiden. Dus, dat is een oorsluit. Dat kan niet. Dat gaat niet doen. Want hier aan de 7 normaal gestopt. Toen lang niet meer samenspeelde en toen uiteindelijk ja, toch ter sprake gekomen. Ja, zo manier. Ja, eigenlijk, niet echt een motief voor dat toch te doen. Ja, ruïne, ja. Natuurlijk, in combinatie met die boek erbij en die plaat, en dat was wel een tof verhaal uiteindelijk. Hè. En, ja, sowieso. Ja, en dat heeft marcheerd. En nu blijft er wel verder spelen. Ah, ja. Op dit moment speelt er niemand, maar... Want van alles staan, maar het is natuurlijk ook... Je wel gekende probleem. Het is alles gedaan, hè. Ja, het is normaal. Hè. En zij er van zin van band, gaat er gewoon show spelen of zit er meer aan te komen? Of is het gewoon hier en daar de mensen nog een keer de kans geven om later mee te maken? Het is moeilijk, mijn perspectief, nee, weet eigenlijk. Ja, kun je niks plannen, kun je samen maar repeteren, maar samenkomen, kun je gewoon niks doen. Hè. Mm-hmm. Kun je echt niks doen. Hè. Het is momenteel, in de eventsector ook, wat gaat er gebeuren met dat? Niemand het weet. En wat zouden we willen met een band? God, maar Laier, ik vind ook niet dat we moeten in een overkill situatie terug geraken. En ik denk, die Magic misschien van die november show, die een hele grote show, maar alle volk, ik kan echt niet zoveel volk verwachten. Veel volk, dat. Dat was, die beelden, dat was zot, hè. 1300 man, dat is heel veel, hè. Van een hardcore show, ik bedoel, okay, misschien een terrorkant of een hatebreed of zo in een beste dag. Ik weet niet of dat terror dan nog zo kan. Ja, misschien. Misschien, hè. Maar voor ons, alleen lokaal zo, dat had ik niet verwacht. Ja. Dat was tamelijk snel uitverkocht en dat was tamelijk intens. Maar voor diezelfde vibe nog een keer terug te krijgen, ik weet dat niet. Of dat ik me kleiner gaan en toch een volkot en dan misschien terug van die zotte dingen doen, maar ik weet de voor de vest nog een keer. Ja, dat zou verlichten. Dat zou wel tof zijn. Ja, de verlichting dat stond geplan, stond geboekt, ja. Dus dat ging waarschijnlijk wel een coole show. Dus, bijs ik ook. Ja, dat denk ik ook. Hè. Ja, wie weet, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou, dat zie je wel zeker. Ja. We zien wat dat gaat geven gewoon. Hè. Maar nu, over shows geklapt.
uitsmijter dat ik er altijd bij smijt. Ik heb hem ook doorgestuurd op voorhand. Stel, we mochten een line-up samenstellen. 5 bands. Dead or Alive. Geen beperking. Welke 5 bands zou je samensmijten om gewoon een coole show te doen? 5? Ja. Tuurlijk. Had er geraakt mee 5? Oh, denk het, ja. Ik zou daar een mix, maar ja, die combinaties zijn natuurlijk niet, maar ik versta dat het. Dat maakt niet uit, hè. Ja, ik zou zeggen, een band like Kiss, originele line-up. Jaar 10 de line-up, hè. Dat is big, hè. Ja? Ik zou zeggen, een SSD-control. Mm-hmm. Youth of the Day, gelijk als er stond in de jaren 80. No. Een judge, mag ook wel. Ook zoals vroeger. Old school judge, hè. Ja. Ja, absoluut. Kiss, ja. SSD control. Ja, ja. Uh-huh. Merciful Fate. Originele line-up. De periode Melissa, Don't Break the Oath, dat is en zo. Ja. No. Oké. Okay. Lijkt me magisch. Nou, zit er al aan 5, hè? Is dat gevuld? Vrees gewoon line-up. Nee. Ik zou gaan kijken. Ja, ik ook. Okay. Hans, tenzij jij echt nog dingen er wilt uitsmijten, denk ik dat we een schoon babbelke gedaan hebben, hè? Jawel. Ik ga nog reclame maken van mijn winkel. Dus doe, smijtend. Ja, wij zijn open iedere keer de vrijdag. Nu vrijdag niet, uiteraard. We starten zaterdag. Mm-hmm. Maar de vrijdag zijn we open van 2 tot 6. Okay. En de zaterdag zijn we open van 11 tot 6. Alright. Altijd. In de Veldstraat? Veldstraat 156C in Kortrijk. Dus ook de link met de print gelijk, met de dossierdruk atelier. Als er iets mag gedrukt worden of iets speciaals gedaan worden voor je band of... Check het out. Alright. Kom maar af. En alle linken worden uiteraard in de comments of in de descriptions, voilà. Of hoe dat de YouTubers dat ook noemen, wordt dat daarin gezet. Voilà. Like, subscribe en al die dingen, voilà. Weet het jij ook. Hè? Voilà. Alle bands die zijn aangehaald, komen in de mixtape terecht. Hans, dik merci voor deze babbel. Iedereen die geluisterd heeft, ook dikke merci. En tot binnen 2 weken. Voilà. Ciao, kus.